Jetsen, dat is een hele andere koers als vorige week. Maar wel weer een koers waarin jij de wedstrijd kleurt. Ja, was een leuk dagje. Voorop rijden en proberen bonies te pakken. Dat ging alleen een beetje mis. Een beetje jammer. Ik schakelde mis en ik ging aan. Ik moest weer zitten. Dus ja, toen was het eigenlijk een beetje al een kansloze vlucht. Want je weet gewoon als je bonies pakt, dat je als je in de finish eraan blijft hangen, dat je top 10 in het klassement rijdt. Ja, dat is misschien het hoogst haalbaar in mijn geval als je tegen dit soort mannen moet koersen hier. Maar ja, dat mislukte en bleven rijden. Op een gegeven moment was het beste bij die andere mannen er wel af. Gaven een keertje gas, bleven met z'n vier over. Kilometer of 15 dacht ik, ik waag een gok. Ja, en die duurt tot kilometer 4,2 om precies te zijn. Rij je daar wel dan nog echt met het idee dat jij die finish solo kunt halen? Nou, op een gegeven moment had ik wel door van, ik hoopte even dat ze misschien even zouden vergissen of denken van, we hebben ze allemaal terug, daar moet je gebruik van maken dan. Maar ik zag al dat 35 seconden maximaal was, er werd 25. Ja, je blijft volle bak rijden, maar je weet dat het redelijk kansloos is. Jij bent zelf ook een rappe man. Je kiest dan toch voor de vroege vlucht. Met welk doel is dat dan? Nou ja, kijk, je kan wel mee gaan sprinten, maar dan sprint ik om plek 10. Ik bedoel, dat weet ik gewoon in zo'n koers. En wat ik net al zei, als je wel 3 bonificatie secondes pakt en je blijft eraan hangen, dan kun je top 10 in het klassement rijden. Nou, dat is altijd nog leuker natuurlijk. Vorige week zegevierde je op deze dag in de Olympisch Tour. Nu weer een wedstrijd waar je voorin rijdt. Is dit de tactiek om te laten zien dat Jetsen Bol nog verschrikkelijk hard fietst? Ja, kijk, elke koers is hetzelfde. Of nou een 2.1 is of een 1.1 of een World Tour. Je moet gewoon je best doen en hard fietsen. En dan maakt dat ook allemaal wat leuker voor jezelf. Dankjewel.